Evert, 3 man publiek, wat mogen we verwachten? Ja, grote vedetten presteren altijd beter met publiek erbij, dus ik hoop dat dat ook voor ons telt. En 2, als je van het weekend dat voetbal gezien hebt, heb ik ook zo voetzoekers en Bengaals vuur gezien. Dus daar reken ik ook een beetje op. Je krijgt dan een mid-mid-verbod. En bij elke mop die jij maakt, moet er echt zo een bulderlach komen, een beetje zien. Dus dat zou leuk zijn. Is dan dat jij geen moppen maakt? Wat bedoelt je? Ik breng de serieus in deze podcast. Over sterren gesproken, Van Zijf zit aan 8 goals. Dat is al over de helft van de afgesproken 15, maar ik ben eigenlijk vergeten wat we gingen doen als ze een 15 haalden. Als ze een 15 goals had, gaan wij bij de aftrap van een match, dus de match na zijn 15e goal, gaan wij iets overhandigen aan hem. Wat dat is, dat mogen wij nog kiezen. Dat wel goed. Leuk van ons dat wij gewoon pretenderen dat wij dat die aftrap gaan mogen overnemen en gaan regelen om die niets te geven. Eleven, die zien ons zo graag dat die daar geen enkel probleem mee gaan hebben. Welkom bij Mid-Mid, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports, te bekijken op PlaySports en op het YouTube-kanaal van PlaySports. Onze gast van vandaag scheurde zaterdag op training de voorste kruisband van zijn rechterknie en is opnieuw voor een lange tijd uit met een blessure. Hij had de dag ervoor bevestigd om vandaag naar hier te komen en hij heeft woord gehouden. Graag een daverend applaus van iedereen in de studio deze keer. Welkom Tuur Dirks. Dankjewel. Toch wel echt indrukwekkend extra eigenlijk. Vibe. Ja, extra vibe. Ja, tuur, mensen weten het eigenlijk niet, maar jij bent eigenlijk een van de allereerste gasten geweest bij Mid-Mid, maar die aflevering heeft nooit het licht gezien. Ja, Sam belde mij nadien, toen ik al thuis was, nadat we de opname hadden opgenomen. En met het bericht dat ik een etentje te goed had. Ah, ik heb heel graag staan, maar ik weet niet waarom dat wij iets wel moesten gaan eten. bleek dat de stagiaire destijds het geluid had vergeten aan te zetten. Dus het was een leuke opname, maar zonder geluid. Ja. En het jammer is, aan de podcast omgekeerd zou ik het nog kunnen oplossen. Ja. Want dan kun je het geluid nog droppen, maar alleen maar beelden. Herinnert jij nog iets van die aflevering? Ah wel, maar ik was zelfs al vergeten dat dat gebeurd was. Want toen dat jij binnenkwam, jij begon erover en jij zei, Evert is dat al lang vergeten. Inderdaad, ik was dat al lang vergeten. Voilà, ik ken u. Dat is meer dan 2 jaar geleden. Ja, dus... ja, dat was echt het begin van Mid-Mid. Toen was hem nog een eerste klasse voetballer. Klopt. En toen waren wij nog een derde rangs podcast. Voilà. Hey, vinden we van de studio? Leuk, gezellig. Veranderd, hè? Beetje. Beetje, maar ja. Ja, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Zit je goed? Heb je pijn? Heb je last van? Zit goed. Ik ga af en toe misschien een keer mijn knie strekken, maar de rest, ça va. Je hebt daar nu geen... Pijn valt mee en ook, ik kan redelijk goed stappen en ik kan ook auto rijden, maar ja, het zal zijn omdat die spieren er rond zo sterk zijn, zeg. Maar mag ik dat redelijk absurd vinden? Ja, ik vind dat ook raar. Ja, het is denk ik dat bij persoon tot persoon afhangt en ook qua situatie. Want als ik mijn kruisband aan mijn linkerknie afscheurde, denk ik 3,5 jaar geleden, dan kon ik totaal niet steunen en dan was ik echt hulpeloos. En nu kan ik redelijk veel doen, dus ja, dat is vreemd. Dat moet een raar gevoel geven, want eigenlijk zou je denken, over een paar weken zou ik terug kunnen voetballen. Ja, frustrerend, want ik mag ook pas binnen een dikke week geopereerd worden, omdat ze wil dat ik niet terug wat soepeler word voor ik geopereerd word. En ze voorspellen als ik alles doe wat er wordt voorgenomen aan oefeningen en zo, dat ik binnen een week eigenlijk bijna zou kunnen lopen. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel eens een beetje frustrerend. Ja, raar dan ook. Je hebt toch Memphis Depay gehad, hè? Was dat niet vorig jaar? Die zich nu aan het klaarmaken was om naar een groot toernooi te gaan. Dat 2020 was dat toen nog. Na een paar weken zag je al filmpjes dat hij zo rechtdoor tegen een bal aan het trappen was. Ja, dat hij na 3,5 of 4 maand al op veld stond, wat dat normaal gezien dan pas kan gelopen worden. Dus hij was zo... Ja. Maar ja, de rechtdoor dingen, die moeten wel lukken in principe. Blijkbaar, maar is dat dan zo hard geëvolueerd al op die 3 jaar van je andere knie, dat je nu sneller zou kunnen terugkeren? Nee, ik denk dat puur wetenschappelijk dat het nog altijd pas gezond en realistisch is om 6 maanden te rekenen. Maar ja, natuurlijk, je kunt altijd wel wat pushen en wat forceren. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel risico's, denk ik. Niet doen. Nee, ik zou dat ook niet doen. Maar ja, wie zijn wij? Ja. Ik snap wel dat de honger groot is. Nee, voor mij is het doel wel eind april de laatste competitiewedstrijd in 1B om hopelijk dan samen met de ploeg promotie te kunnen vieren en om met voetbalschoenen op het veld te kunnen staan. Maar ja, het moet realistisch zijn. Maar ja, ik denk dat het ook belangrijk is om in deze periode een beetje mentaal een beetje een doelstelling te hebben. En ja, kijk, ik ga wel proberen om dat waar te maken. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Op training. Dat was vrijdagochtend en niet zaterdagochtend. Maar voilà. Niet zoveel uit. Eerste fout. Ik maak altijd meerdere fouten, dus de eerste fout gebeurt. Het was de trein gaat er eigenlijk bijna op.
Maar we gingen nog stilstaande fases oefenen. En ik, Lucas van Eno kwam naar mij en hij zei, Turk, kom de eerste corner kort vragen. Omdat we eigenlijk in twee ploegen waren en de andere ploeg wist niet wat we gingen doen. Dus het was een beetje een verrassing. En ik ging hem kort vragen en hij zei, als je kunt, maak de actie maar en geef hem dan voor of kijk wat er gebeurt. Dus ik maak de actie buitenom en ik ga naar de achterlijn om voor te zetten of wil voorzetten. En denk op de laatste minuut, alleen de laatste seconde beslis ik om hem toch niet voor te zetten omdat ze met twee kwamen om mij af te blokken. En ik wil een pasje buitenkant links geven en ik zet mijn rechterknie en op het moment dat ik mijn rechterknie zet, voel ik... Het is misschien niet draaien, maar ik voel echt achteraf gezien alles kapot kraken. En ik val weer rond en probeer terug te staan. En ja, dat was onmogelijk. Dus ik wist eigenlijk wel bijna direct hoe laat het was. En dat is niet wenen van de pijn of zo? Ja, ik heb wel gewend, terwijl ik eigenlijk niet zo iemand ben die snel weent. Maar het is vooral doordat het voor mijn ogen komt wat er in het verleden ook al is gebeurd. Wat er mij te wachten staat vooral. En ook het moment zelf, ik voelde mij goed. De sfeer was goed in de ploeg. Het draaide ook, het draait. En ik was ook zelf eigenlijk terug naar mijn beste niveau aan het groeien. Dus dan vliest het allemaal voor je hoofd. En ja, dat is allemaal weg. Hè. Want ja, je weet dat het een lange tijd zal zijn dat je weer helemaal alleen oefeningen gaat moeten doen. En dat je gaat moeten vechten om terug te komen. En dat zorgt er wel voor dat je een beetje zo in shock gaat. Bij zo'n kruisbandblessure op training, ik moet altijd aan Van Nistelrooy denken. Ja. Ken dat Philippe van PSV toen dat hij, is, denk dat hij al getekend dat, had? Dat je dat hoort springen. Ja, en dat die zijn kreet gaat er merg in been als je dat filmpje ziet. Ik heb dat ooit één keer gehoord bij Club Brugge op trainingen van Sven Doest. Die kwam een bal plukken en die kwam neer en... Zo echt zo een... Ja, dat is heel vies. Omdat je denkt dat is precies een elastiek die springt. Maar nu was het anders. Het was bij mijn eerste kruisband dat zo sprong, dat ik dat hoorde klakken. Maar nu was het echt zo een gekraak, ja, heel moeilijk te beschrijven. Misschien daarom dat het beter is. Misschien, ja. Ja, we hebben het al over Dante van Zijr gehad in de intro. Ja, die heeft het ook twee keer aan beide knieën. Klopt. En als je dan ziet op welk niveau hij nu speelt, dan moet jij er ook wel vertrouwen uit putten dat het nog kan. Ja, absoluut. Het is zeker doen, maar absoluut van Dante. Ik weet inderdaad dat hij dat ook al twee keer heeft gehad op jongere leeftijd dan. En het is het beste voorbeeld om terug te komen. Maar ja, dat is absoluut de bedoeling. Maar nu is het nog vroeg om daar zo... Het is moeilijk om daar zo... Ja, maar ik heb het eens opgeleist. 10 maanden uit met kruisband gescheurd in 2018. 2,5 maand uit na een operatie in 2019. 1,5 maand uit met knieblessure in 2020. En nu in 2021 weer kruisband gescheurd. Dat is gewoon 4 jaar op rij wel zware blessures. Ja. Hoe is dat mentaal vol te houden? Het is heel moeilijk en heel frustrerend, omdat ik eigenlijk nooit gekwetst ben geweest. Ik heb eigenlijk nooit iets gehad. Ik verzorg me ook heel goed en er zijn ook nooit tekenen vooraf dat er iets mis is. Er is ook geen verband? Tuurlijk, wat er wel wordt gezegd, eens dat je ene kruisband scheurt aan de ene kant, ben je wetenschappelijk gezien een grote risicopatiënt voor de andere, voor de andere knie. Omdat je compenseert. Ja, en omdat, inderdaad. En je lichaam die is een beetje uit balans op een of andere manier, waardoor dat je sowieso wel gevoeliger daarvoor bent. Ik heb dan inderdaad in 2019, denk ik, bij Beveren ook een keer mijn kruisband van deze knie verrokken. Niet geopereerd moeten zijn, maar wel verrokken. Het grappige was, de specialist kwam binnen bij de specialist gisterenochtend. En ja, ik kom er uiteindelijk goed mee overeen, dat hij mij al wel een tijdje kent. Ja, de beste vrienden. En het eerste wat hij zegt is, je doet het nog lang volgen. dat is humor, eigenlijk. Ik moet er kunnen lachen. Ja, maar ik denk ook in die sombere tijden zijn dat de dingen... Ja, absoluut. Ik ben ook iemand die altijd, ook als er niks aan hand is, ben ik iemand die wel graag een beetje sfeer maakt en wel lacht met andere mensen en met mezelf. Dus ik doe dat nu ook, maar ja, dat is wel confronterend natuurlijk om te weten dat je opnieuw weer aan zo'n lange weg staat. Denk je dan ooit, ik ga niet meer mijn niveau terughalen of ik moet ervoor vrezen of het is de blessure te veel? Dan niet, maar ik had wel tegen een aantal mensen in mijn dichte omgeving gezegd, moest ik na mijn vorige kruisband of na mijn vorige knieblessure, moest het me nu nog eens gebeuren, dan stop ik ermee. Maar ik moet eerlijk zijn, sinds vrijdag tot nu is dat nooit in mijn gedachten gekomen. Maar de motivatie is er wel enorm om sterker terug te komen, omdat ik heb gevoeld en gezien dat het mij is gelukt de vorige keer. Mm-hmm. Maar ja, het wordt moeilijk. Hè. Het wordt zwaar en het wordt elke dag een gevecht, denk ik. Wel mooi hoe strijdvaardig hij is. Ik vind dat heel knap. Zo snel ook? Ja, ik zie het bij veel voetballers toch een soort van mentale veerkracht. Ik denk dat iets van topsporters is, om dan wel snel die klik te maken naar wat er kan. Ik zag Frederik Frans, die in een kopbalduel scheurt heel zijn Achillespees af. Die gaf daar gisteren heel secuur, duidelijk, op een rustige manier commentaar over. Die was nog maar net geopereerd. Dan denk ik, oh, amai, chapeau. Jij komt hier vandaag even een uitleg doen. Chapeau. Ik weet niet of ik dat zou kunnen als ik zoiets zou voor hebben. Want het is wel uw beroep. Uw beroep dat je jaarlang on hold moet zetten.
Ik weet Zinho van Heusden, een jaar geleden, dat hij ook in een wedstrijd, die stuurde ook de dag nadien al, ja, kom, we moeten altijd filmpje vooruit, maken, heel, altijd, heel positief al. Ja. Is dat dan omdat er misschien meer blessures zijn nu dan vroeger? Ik weet dat niet. Of dat er dokters zijn, hè, wetenschappers die je moet vertrouwen, ook kinesisten die je misschien het vertrouwen geven van kijk, dit is niet het einde, je kunt daarvan terugkomen. En dat sterkt je mentaal misschien. Plus ook, zoals gezegd, het is je beroep. Het is waar dat eigenlijk voor heel veel voetballers, denk ik, van jongens al aan hun leven omdraait. Ja, het zou zonde zijn om zoiets, eigenlijk kleins niet, maar zoiets, een obstakel, je droom of je beroep te laten afpakken. Dus ja, je hebt niet veel keuze, je moet vooruit. En ja, als je dat op een positieve manier doet, dan geeft je zelf ook wat meer motivatie. En ik denk dat dan ook makkelijker gaat. Hoe kom je zo een lange periode door? Goh, ja. Het is waarschijnlijk de helft van je dag kine-oefeningen en dat soort dingen doen. Maar voor mij zijn die het moeilijkste eigenlijk, het allermoeilijkste aan heel die periode is dat ik, het is raar dat ik dat misschien zeg, maar alleen val. In de zin van, voor mij is het mooiste van voetbal, en zeker nu dit seizoen bij mijn ploeg, is dat de sfeer die er was, de verbondenheid, het plezier dat je maakte, ook al traint je zwaar en traint je veel, als je dan iets samen bereikt of je wint een match, dat geeft enorm veel voldoening. En ook hetgeen wat er voor en na zich afspeelt, dat geeft een band. En ja, het feit dat je nu, ja, voor x aantal maanden, 5, 6, 7 maanden, daar niet gaat bijhoren, of daar gewoon gaat langsvallen op een of andere manier. Allee, ik moet het zelf zeggen. Ja, het is zo. Is heel moeilijk, omdat jij gaat oefeningen doen binnen en je bent bezig met je revalidatie, maar je ziet de anderen naar buiten gaan, je ziet die trainen, je ziet die wedstrijden winnen, je ziet die groeien als ploeg, je ziet die resultaten halen. En ja, je kunt niet helpen of je hoort er niet bij. En dat is voor mij dan persoonlijk is dat het moeilijkste. En hoe kom je voor de rest daardoor? Ja, de eerste weken gaan heel veel plat liggen zijn, heel veel rusten, heel weinig kunnen doen, heel afhankelijk zijn. Wat ook al heel frustrerend is, vind ik. Ja. Je hoort dat vaak, dat de voetballers met een depressie of tegenaan zitten in de periode dat ze niks kunnen doen. Je legt letterlijk gewoon in de zetel en je moet bediend worden om te kunnen eten, om te kunnen ijshalen, bij een spreek om naar de wc te gaan, om in je bed te geraken, om uit je bed te geraken. Ja, terwijl wij als voetballers zijn normaal wel redelijk zelfstandig zijn, omdat we fysiek wel goed in orde zijn en dat we prestaties moeten leveren. En nu moet je ineens terugvallen op andere mensen, terwijl je hebt ook het gevoel dat je ten laste zijn. Dat is heel ambetant. Hmm. En dan, die maand nadien is gewoon elke dag, zoals gezegd, 4, 5, 6 uur oefeningen doen. Totdat die je strot uitkomen eigenlijk. Hè. En dan rusten en je verzorgen, op je voeding letten. En je leven naar die kleine doelen. Hè. Op de eerste keer sprongetjes mogen doen, de eerste keer mogen lopen, de eerste keer individueel met bal op het veld, de eerste keer mogen trappen naar de goal. Die dingen, daar moet je naar leven. En dat realiseert je niet als je gewoon aan het voetbal bent, als je fit bent, maar als je dat hebt gehad en je bent terug bij de groep, dan weet je van, eigenlijk is voetbal wel de mooiste job ter wereld. Hm. Heb je FIFA 22 al gekocht? Want het zou wel een goed jaar voor El Turos kunnen worden. Ik had het al gepre-orderd. Ik was al een week op voorhand aan het spelen en ik had al Ultimate Team dan en al eigenlijk een heel goede ploeg. Ik heb een beetje pekluk gehad. Pekluk. Maar je bent er klaar voor. Ik was er klaar voor, maar dan had ik een paar keer pijnlijk verloren. Onterecht ga ik niet zeggen, maar er is wel een bakje gesneuveld. En dan heb ik het even aan de kant geschoven. Maar ja, ik denk dat ik de komende weken wel af en toe wel naar teruggrijpen. Oké, mooi. Ja, wij wouden iets voorstellen, maar ik weet niet of dat gaat als je dan zo onbehulpzaam bent. Als je je verveelt en je hebt iets tijd op dinsdag, meestal is het op dinsdag, je kunt hier perfect naast Evert, sidekick van Evert, zijn. Laatst, hè. Oké. Voilà. En wil je dat wel eens doen? Ja. Voilà, yes. Ik denk dat er wel plezant kan zijn. Hier. Ja. En je tegenwoordig de waanzinnig veel entertainmentmiddelen. Je kunt Netflix nog maar open doen en je krijgt 7 nieuwe reeksen. Ja, maar dat wordt je wel... Dat wordt gebeurd. Ja. Maar vroeger was het nog veel erger. Ja, okay. Je hebt gedacht, je kunt ook FIFA spelen, je kunt nog wat andere dingen doen. Dat is waar. Ja, we hadden het al gezegd, publiek. Ze zijn wel maar met 3 in plaats van 4, want 1 heeft een trein gemist. En allemaal Brugge supporters, hè? Ja. Gaat hier plezant worden. Zijn jij nog Brugge supporter? Nog steeds wel een voorliefde, hè? Ja. Dat is mooi. ik weet dat gevoelig ligt bij u, maar... Nee, ja. Ik kan er ondertussen wel tegen. Ja, kom. Dat is toch niet meer dan logisch ook. Dat hij Brugge supporter is. Ja, ik weet niet, ja. Allee, hij heeft niet bij Anderlecht gespeeld, hè, dus hij kan moeilijk voor Anderlecht zijn. Nee, ik heb die supporter... Allee, ik volg uiteraard altijd nog wel iets van dichtbij dan een andere ploeg.
Heb je nog een Champions League abonnement? Ja, ik heb wel mijn tickets voor vanavond moeten verkopen, ja. Helaas. Maar ik was wel gaan kijken tegen PSG en ik was ook van plan om vandaag in tegen Leipzig te gaan kijken. Okay. Hoekerprijzen verkocht of valt het mee? Nee, de standaard prijzen. En misschien moeten we het nog even kort over Westerlo hebben, want zoals je al zei, het ging wel echt heel goed en ook individueel ging het heel goed. 3 goals, 3 assists. We zien daar achter je shirt, ik weet niet of je dat ziet, met het super lelijke assist-teken. Ja, dan moeten we wel eens aan de Pro League dalen. Dit kan niet meer, vind ik. Allee, sorry. Evert Winkelmans, dames en heren. Hij gaat de aftrap bij Union en dan gaat het teken van de assist veranderen. Nee, maar allee, dat is dan een van de sterspelers van uw reeks. Je wilt dat in de spotlight zetten, ben ik mee akkoord. Maar toch niet zo. Nee, klopt. En er wordt ook een sponsor overplakt. Ja, die moet wel echt dikke pist zijn, denk ik. Die mens van Westerlo moet toch echt kwaad zijn. Wat is dat? Er zijn nog 10 andere touwtjes waar dat wel op te zien is dan, hè. Ja, dat is ook waar. Er zijn nog 10 andere sponsors waarschijnlijk. Hij wordt wel meest in beeld gebracht, hè, de vedette van Westerlo. Ja, maar ik zag een filmpje op Westerlo Instagram van na de match, nu zondag tegen RWDM. Ja, je ziet wel dat je een heel grote impact hebt op die groep, ook naast het veld vooral. Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd wel iemand die teamgebeuren belangrijk vindt en ik probeer daar wel een beetje het voortouw in te nemen. Sfeermaker. Ik ben wel de sfeermaker en ook de dingen die naast het veld worden georganiseerd en zo. Ik probeer daar wel zo aan mijn schouders onder te zetten, omdat ik dat belangrijk vind. Omdat ik ook weet uit het verleden in andere ploegen waar dat wij succesvol zijn geweest, dat het verschil maakt. Als je een ploeg naast het veld, dat zorgt ervoor dat je op het veld voor elkaar iets meer doet als een andere ploeg. En dat maakt het verschil. En inderdaad, ja, ik moet wel zeggen dat ik het enorm heb geapprecieerd hoe dat ze mij hebben gesteund de afgelopen dagen. Omdat ja... voor hun is dat ook wel, als je ziet dat er een ploegmaat op training zo uitvalt. En je ziet, ja, als je daarbij bent. Ze kennen mij als iemand die altijd positief is en altijd een grote mond heeft en zich niet echt laat kennen. En als je iemand daar zo in tranen ziet en je ziet die eigenlijk een beetje instorten, want dat was het geval direct nadat het gebeurde, dan kan ik me wel voorstellen dat voor een redelijk jonge spelersgroep zoals wij hebben, dat wel binnenkomt en hoe dat ze hebben gereageerd en hoe ze mij na de wedstrijd ook hebben op handen gedragen en dat ze het aan mij hebben opgedragen. Ik zag in dat filmpje letterlijk iemand die je opheft. Ja. Ik dacht echt van, oh, doe wel voorzichtig. Ja, nee, zo. Ja, en ook met de sporters na de wedstrijd hebben we ook ons liedje gezongen. Iedereen springen, maar ik niet gesprongen, maar op zich gaat dat wel. Hè. Het is niet alleen menselijk dikke shit voor hem persoonlijk, maar ik denk ook sportief gezien voor Westerlo. Ja, dat gaat voelen. Maar een ploeg valt of staat niet met één speler. Maar beste speler van de competitie. Zoals we afgelopen weken en maanden op elkaar ingespeeld waren. Dat heeft u niet graag in de sector. Nee, ik ben niet graag. Je had niet, hè? Nee, ik had niet voorzichtjes. Wij geven complimenten. Ik kan er niet laten vangen. Is Stuur de beste speler van 1B? Ik denk zeker in de top 5, ja. Zeker. En sorry, maar ja, ik mag dat toch zeggen. Nee, ik vind dat net mooi dat hij dat eigenlijk niet graag heeft. Allee, ergens wel en ook weer niet. Het is gewoon een type speler die wedstrijden kan veranderen. En zo zijn er niet veel op dat niveau. Dus zoek maar eens midden oktober in uw kern naar dat profiel. Je kunt al geen transfer niet meer doen. Dus ja. Maar ik heb wel het gevoel dat ze wel echt sterk zijn, hè, Westerlo. Volg 1B wel niet zo hard, maar... Ze hebben een sterke kern. Maar of dat ze hem 1-op-1 kunnen vervangen, dat denk ik niet. Maar gaat dat nodig zijn ook? Nee, want volg jij 1B nog even goed als 3 jaar geleden? Minder, maar allee, ik heb nu wel de laatste weken terug meer en meer beginnen oppikken, omdat ik dat eigenlijk een soort van plicht vind om die competitie niet helemaal overboord te gooien. En dan zie je, jullie bij Westerlo hebben die 2 jonggasten van Club Brugge gepakt. En de Kuiper. De Kuiper en van de Keibus. Ja, die gaan echt in hun voetsporen moeten treden. Hè? En, die doen het ook heel goed. En ik moet zeggen dat ze me ook al bij Arnhem verrast. Want allee, ik wist dat ze talent hadden en dat ze kwaliteiten hadden. Maar ik moet zeggen hoe dat ze het allemaal hebben opgepikt, ook tactisch en ook qua maturiteit. Want je mocht niet vergeten dat als bij Club Next hebben ze wel wat ervaring opgedaan. En dat merk je ook. Met het verschil dat ze niet rechtstreeks van een belofteploeg komen. Maar ja, bij Westerlo, er is wel wat druk. Er wordt wel verwacht. En 1B is op dat vlak wel een beetje een onderschatte competitie. Omdat het is elke week aan 100%, 120%. En ja, het is op scherp van de snee. En er worden geen cadeaus gegeven. En ik moet zeggen dat die gasten daar echt heel snel hebben opgepikt. En dat ze op die jonge leeftijd een korte tijd die ploeg eigenlijk echt al mee op sleutel hebben genomen. En dat is onze sterkte. Omdat we zijn niet afhankelijk van één speler. Ik weet dat je dat graag wilt aanhalen. Maar ik denk dat dat ook blijkt. Dat we nu toch wel een kloofje hebben met de achtervolgers. Dat gevaar van verschillende kanten komt. En dat is ook een beetje de verdienste van een trainer. Je hebt geen topschutter, hè?
Het is eigenlijk een ploeg zonder echt spits die er 20, 25 gaan maken. En soms is dat ook beter, vind ik. Omdat, als je weet dat je een spits die 15, 20, 25 goals maakt, dan weet de tegenstander dat ook. En dan gaan ze daar misschien meer op inspelen. En bij ons, we kunnen op voorzet, we kunnen iemand inbrengen die op voorzet kan scoren. We kunnen ook over de grond voetbal brengen. Dus dat is een beetje onze sterkte, denk ik, dit jaar. Was het eigenlijk bewuste keuze om terug te gaan naar 1B? Want die competitie ligt u wel precies. voor mij wel, omdat ik had dan ook mijn kruisband gehad bij Beveren. En ik had dan een jaar tegen degradatie voetbald in Beveren. En voor een speler zoals mij is dat niet zo optimaal, omdat ik graag voetbal en graag de bal heb en dominant ben. Dus als ik dan de kans kreeg om bij Westerlo voor promotie te voetballen en dominant te zijn en belangrijk te zijn, ging dat wel mijn voorkeur uit. Maar uiteraard, speel ik liever in 1A. Ik denk ook dat het voor mij als type voetballer makkelijker is voetballen in 1A, omdat er iets meer ruimte is. Iets minder duels. Allee, niet zoals in 1B. Ik had de laatste weken het gevoel dat misschien ook ergens logisch was dat ze mij redelijk hard zochten. Als beste speler van 1B, maar je gaat mij niet zeggen dat je dat niet aan verwacht. Als je verwacht. Ze komen hard en ze komen vaak met twee dan. Die verwacht je wel aan, maar... Het is toch soms, als ik dan een dag nadien of een avond na de wedstrijd mijn benen bekijk of mijn lichaam, is dat toch wel opvallend. En ik heb dat nooit gehad in 1A, omdat ik denk dat er meer... Het is, in 1B wordt er vaak 1-op-1 gevoetbald en is het heel fysiek, omdat alles heel dicht bij elkaar ligt. In A zijn de verschillen soms groter en is de ruimte wordt ook veel meer gevoetbald, denk ik, door veel meer ploegen. Dus ik denk dat op dat vlak... iets makkelijker zou zijn. Ik denk dat de mandekking in 1B inderdaad nog meer de ouderwetse stempel plus, je mag ook niet vergeten, je speelt 4 keer tegen elkaar. Hè. Dus na 1-2 wedstrijden kent elke ploeg elkaar door en door. Dus dan hangt het echt van details af, van individuele flitsen of van stilstaande fases waarop een wedstrijd wordt beslist. Leidt het niveau daar dan onder? Alleen op de spanning in matchen misschien dan misschien dat niet. Het kan twee kanten uit, maar je merkt dat speler wel soms. Je hebt altijd... Een wedstrijdanalyse voor een wedstrijd. Na de tweede, derde keer. 20 minuutjes moet nog. Moet je niet nog over... kan dat herhaald worden, maar je weet ondertussen wel waar de sterktes liggen, waar de zwaktes zijn, hoe dat een ploeg voetbalt. Dus zij weten dat ook van u, dus dan wordt dat allemaal een beetje voorspelbaar. Eigenlijk zouden we dat eens moeten bekijken, hè, dat er inderdaad in die derde en vierde confrontatie minder goals worden gemaakt. Ja. Dat de ploegen elkaar beter zouden moeten kennen. Ik denk dat wel. Dat je meer dat zou mij logisch lijken. Ja. Maar je ziet wel... wij doen vaak, niet bewust of zo, maar minachtend over 1B. Maar je ziet de ploegen die opgaan de voorbije jaren wel zonder problemen het niveau van 1A oppikken. Ik denk dat dat zijn niet vaak helemaal andere ploegen niet meer. Hè? Ik denk dat de eerste 3, misschien 4 ploegen van 1B, dat die niet moeten onderdoen voor de laatste 5-6 van 1A. Ik denk dat dat inderdaad is gebleken hè, met Union nu, met Beerschot en Leuven daarvoor. Jaar, ja. Maar het is moeilijk om uit die 1B te geraken. Hè. Dat is ook al gebleken. Ja, ze hebben er ook al 2 ploegen bij gedaan in eerste klasse. Dus eigenlijk waren die in 1B, dan was 1B algemeen dit jaar veel sterker geweest, al bijvoorbeeld. Dus ze hebben al eerste klasse breder gemaakt. En ik denk dat er nu wel in 1B, dan moet denk ik wel dat het een mindere lichting is, toch? Ja, het is minder het is lichting. Mindere lichting. Ik denk dat je dat een beetje moet nuanceren, maar dat dat vooral gaat over het feit dat het niveau tussen alle ploegen veel dichter bij elkaar ligt. Het is niet zoals vorig jaar dat Union er met kop en schouders bovenuit stak. En daarvoor had je ook Beerschot, dat is waar. Jullie met Antwerp, ik Leuven, denk dat ook goede ploegen echt. Hè? Ja, maar ik zou toch, bijvoorbeeld een Deinze bijvoorbeeld, dat is toch een ploeg die wordt onderschat. Want ik denk als je een Deinze nu laat voetballen tegen met alle respect, een Cerkel of een Beerschot of een ding, dat je het verschil niet zou zien. Maar inderdaad, het is een minder opvallende competitie dit jaar. Er zijn zo geen ploegen die er bovenuit steken. Nee? Maar onverwacht misschien met die huurlingen van Brugge die dan super mee waren. We hadden sowieso wel de ambitie binnen Skamers om te promoveren. Maar inderdaad, niet zo uitgesproken misschien als in mijn andere ploeg de afgelopen jaren. Maar ik denk dat we vooral als ploeg inderdaad tonen dat we breed zijn en dat we alleen een brede kern hebben en dat we volwassen voetbal brengen. Ja. Heeft Bob Peters u... gebeld of overtuigd om naar Westerlo te komen? Ja. Dat is denk ik ook de hoofdreden dat ik daar nu zit. Okay. Dus ik vind het ook wel spijtig voor hem dat het is gelopen zoals het is gelopen vorig jaar. Veel pech vorig jaar. Veel pech en ook gewoon zowel als ploeg als ik individueel ons niveau nooit gehaald. En hij is daar ook mede dupe van geweest. Ja, ik denk dat Jonas de Roek een hele goede trainer is eigenlijk. Eerlijk, dat is nu niet voor het een of het ander. Ik heb ook niks meer met de winnen. Nee, vandaag. Ik heb niks meer met de winnen. Maar hij heeft wel aangenaam verrast. Ik ken hem wel als voetballer in het verleden.
Maar voor de rest had ik totaal geen idee wat ik kon verwachten als trainer. Maar hij heeft mij wel durende de afgelopen maanden aangenaam verrast. Op verschillende vlakken. Ook tactisch. Het zijn kleine dingen. Maar hij maakt het niet te moeilijk, maar hij maakt het heel duidelijk. En iedereen weet heel goed de waaraan en vooraf. En het zijn dingen die werken. En hij past ook aan. Het is niet dat hij zijn idee heeft en daar wilt aan vasthouden. No matter what. En ook gewoon als persoon. Hij is niemand die echt tussen de spelers staat. Hij houdt wel zijn afstand, wat ik belangrijk vind. En dat ook goed is. Want anders dan krijg je op een bepaald moment een te veel spielerij. Ja, familiale bedoeling. Maar hij is ook wel iemand die contact zoekt. En als iemand een probleem heeft of er is iets dat speelt, extra sportief, wordt erover gebabbeld. En hij voelt heel goed aan welke speler wat nodig heeft. En ik denk dat ook blijkt. Hè, want dat is, ik denk dat het allemaal geen toeval is. Ik vind wel van Westerlo, ik had wel schrik. Hè. Die zijn overgenomen door Turkse investeerder enkele jaren geleden. Dan heb je automatisch de schrik, ja, zo'n lokaal kleinere ploeg als Westerlo, die gaat hier helemaal worden overgenomen door een soort van Turkse invloed. Maar als je dat nu ook weer ziet naar de kern, zitten heel veel Belgen, jonge Belgen, de AS is Belgisch, ze stellen Jonas de Roek aan, ze zetten Bob Peters buiten, dus ik dacht, ja, ze gaan sowieso voor een buitenlander kiezen uit hun eigen netwerk. Nee, ze kiezen Jonas de Roek. Dus dat stemt ergens wel gelukkig van, oké, die buitenlandse investeerders zijn dan toch wel precies ook nog wel met die lokale verankering bezig. Absoluut, ik had daar eigenlijk ook wel een beetje schrik van, zeker na het ontslag van Bob Peters, maar het feit dat ze daar, hoe dat ze de kern hebben samengesteld en inderdaad ook de trainer, daar geeft aan dat ze wel voelen wat er leeft binnen de club en wat er ook belangrijk is. En ik denk dat ze daar wel een hele goede mix hebben in gemaakt. Wie is de technisch directeur? Hassan Setinkaya, dat is ook een ex-voetballer. Bij Fenerbahçe ook een functie gehad. Die is ook als makelaar actief geweest. Maar dus geen rechtstreekse link met Belgisch voetbal voordien? Of... Ik denk dat hij in Nederland gevoetbald heeft, denk ik. Maar want ik denk dat als je toch snel zou teruggrijpen naar... Ja, dingen het dat lijkt je wel me kent. En... Kent hij 1B bijvoorbeeld? Weet hij wie dat wie is? Kent hij al die Belgische voetballers? Dat weet ik eigenlijk niet. Kent hij Tuur Dirks? Ja, hij zal zich uiteraard ook bijstaan door scouts en door mensen die meer op de hoogte zijn van de club en van de competitie. Maar ik vind wel dat ze het algemeen allemaal wel redelijk goed doen samen. Om, ja, als je kijkt hoe ze de kern hebben samengesteld, dat ze toch een beetje de eigenheid hebben bewaard. Hm. En ja, de prestaties zijn avond. Wat is daar de bedoeling? Denk je? Is dat echt opgaan, om een stabiele eerste klasser te als worden? Als ik eerlijk ben, denk ik dat er nog veel mensen daar allemaal verschieten, omdat qua accommodatie, dat is ook een van de redenen waarom dat ik ook ben overtuigd om naar Westerlo te gaan, is Westerlo wel echt bij de beste 8 à 10 ploegen in België. Ja? Ze hebben een volledig nieuw gebouw gezet eigenlijk, met een nieuwe fitness, nieuwe kleedkamers. Trainingscomplex. Een soort van trainingscomplex, ja. De velden zijn ook top. Ik denk dat het veld in het stadion, denk dat dat zonder overdrijven bij de beste 3 in België is, hè. Dat was 2-3 jaar geleden, als ik met Bever een oefenmatch op Westerlo ging spelen, was dat al. Dus qua accommodatie, ook het stadion is van binnen volledig vernieuwd. Ik denk dat qua accommodatie dat er echt veel mensen zouden verschieten. Ja, want ik herinner me vroeger, toen ik zoals tiener LSM deed, als je naar Westerlo ging... Ja, dat was old school en dat was zo wat in de campen een beetje voorbijgeleefd. Ja, inderdaad. Toen ik hier nog speelde in de jeugd, als ik 12 was, dan was dat inderdaad echt een beetje zo vervlogen tijd. En dat had ook wel iets, maar nu hebben ze denk ik ondertussen al 4 miljoen geïnvesteerd in accommodatie. En hebben die Turken gedaan. Ja, en ik denk ook dat ze ook in de spelersgroep hebben ze ook al wat geïnvesteerd. Ja. Dus ik denk dat ze, als we kunnen opgaan, dat er dan... The sky is the limit, dat is zo'n beetje een cliché-uitspraak. Maar ik denk dat er wel veel mogelijk is. En dat is ook niet in Westerlo, daar moeten we eerlijk in zijn. Nee, uiteraard. The sky is niet the limit. Uiteraard, maar Westerlo is wel een ploeg die voor mij... Dus voordat ik er speelde, vond dat ik altijd vond dat ik die in eerste klasse thuis hoorde. Omdat die een beetje gezelligheid, een eigenheid. Ja. En ik denk dat wij absoluut de ambitie mogen hebben om in België in de linkerkolom te voetballen. Maar wel een opleidingsclub, denk ik. Door die achterban, door het beperkte. Sowieso, maar wel... Niks mis mee. Nee. Wel een ploeg waar in het verleden het altijd moeilijk was om te gaan winnen. Ja. Ik herinner me dat we daar met Brugge ooit zijn moeten gaan voetballen. En dat echt niet zo gemakkelijk was. Omdat de sport zit te dicht op het veld. En toen zat het wel nog volledig vol. En ja, dus ik hoop dat we dat kunnen terugbrengen. Ik denk dat maar het is al lang geleden, maar die Anderlecht echt is slagen begeven, niet normaal. Maar ze snullen, ik heb precies zo verdrongen in mijn... Dat treintje met Jeff Delen en co, hè, maar just, dat gaat just. Wel over de oertijd. Toen zat jij daar misschien als jeugdspeler. Ik weet niet welk jaar dat was. Dat was ja, 90, jaren 90 zeker? Nee, 2000 al. Met Zelenka en zo. Was een leuke ploeg. Maar is dat 13 jaar geleden, dus dat was 2006, 2007 dat ik daar was. Een jeugd, maar, dus dat zal misschien... Nog kort over die kern, het is niet, ze hebben geen,
geen extra toppers gaan halen waarmee dat je zogezegd zekerheid voor promotie afdwingt, zoals KV Mechelen, die gingen DK Margo en Kaya halen. Dat hebben jullie niet gedaan. Maar je hebt wel die Bernat. Ja, maar we mogen ook niet vergeten, we hebben Igor Vitekele, we hebben Lucas van Eno, dat zijn toch namen die hebben wel redelijk wat wedstrijden in eerste klasse en die hebben wel een bepaalde kwaliteit die ik bij sommige ploegen in Al niet zie. Er zijn ook van achter heb je ook Ruben Seijers en Pietro Perisici, die toch ook een bepaalde waarde hebben. Dus het is wel niet onlogisch dat de ploeg van Westerlo anders is dan sommige ploegen in onderaan in 1A. Nee, dat is waar. Maar hebben inderdaad niet zo echt namen gaan kopen. Ik denk dat ze ook door bijvoorbeeld Lucas en Igor hebben vorig jaar ook 3 jaar allebei bijgetekend. Ze willen wel een soort van continuïteit creëren die rust brengt. En dat er een basis staat waar dat er inderdaad dan een aantal jonge talenten, zoals Bernat, die het heel goed doen, worden bijgezet. En op die manier krijg je een leuke mix. Ja. Het is precies een saaie aflevering, want ons publiek heeft nog niet gelachen. Dan heb ik veel aan het woord ben, misschien. Maar aan de lach. Het probleem is, een comedian gaat dat van mij niet kunnen maken, dus alle humor moet van u komen, Sam. Ja, en het is... Vergeet dat etentje al maar. Evert, heb jij in de tweede lockdown je 100% aan de regels gehouden? Nee, ik denk dat bij quasi niemand daarmee hand op het hart ja op kan antwoorden. Nee, ik ook niet. Allee, niet altijd, laat me zo zeggen. Waar wil jij naartoe? Hoe heb je kunnen laten pakken om 4:30 s'nachts op geluidsoverlast? Je weet toch dat je op dat moment, als je al je niet aan de regels uit, wel niet te veel geluid maken. Het was al geen geluidsoverlast, maar... Het stond wel overal geluidsoverlast. Er stond veel, maar er klopte ook veel niet van. Maar... Oké. Het is eigenlijk echt een samenloop van omstandigheden, dat is het altijd, maar dat was het echt. Er was eigenlijk heel weinig of geen muziek. Er was ook geen klachten van mijn buren of zo. De gangbang. Sorry, jij zegt dat ik meer grappen moet maken. We moeten niet weten wat je op vakantie gedaan hebt vorige week. Los daarvan, uiteraard was ik in fout. Maar ik denk dat er om 4:00 s'nachts... Toen eigenlijk iedereen die aanwezig was ging slapen of naar huis ging. Op de overkant van het gebouw waren er 2 jonge gasten aan het roken. En die waren met hun flash van hun gsm aan het binnenschijnen. Ik had dat eerst niet gezien, maar iemand, een maat van mij, die had dat gezien. En die zei, tuur om even naar het raam komen, want die mannen zijn... Dus ik het raam open en ik vraag, wat is er? Of wat is het probleem? Of waarvoor schijnen jullie met dat licht binnen? Er kwam geen reactie. En ja, een kwartier later ging de bel. Politie. Snitchers. Is die daarna dan nog aangesproken daarover? Ik wist niet wie dat waren, dus ik heb geen flauw idee. Zijn die uw gekende overburen of zo? Nee. Dus ook niet zo standaard om 4:00 s'nachts op een dek van 5 meter hoog een sigaretje te staan roken. Dus ik begreep ook al niet zo goed wat ze daar deden. Maar ja, oké. Okay. Ik snap dat je geen namen wilt zeggen van wie er allemaal bij was en zo. Dat moet je ook zeker niet doen, maar ik vond dat wel opvallend dat enkel uw naam precies... Overal in de media stond. Terwijl er waren nog andere spelers bij, dat stond er wel, maar die stonden daar niet bij. Maar dat is makkelijk, hè. Tuur Dirks heeft een leuke connotatie. Misschien soms een negatieve connotatie. En dat bekt goed. En dat is sensatie. Dus is dat leuk of makkelijk om mijn naam ervoor te gebruiken. Ik heb ook wel vaak die vraag gehad om te vertellen of te zeggen wie dat er nog bij was. Dat zijn mijn vrienden, want anders zou die dat niet zijn geweest. En 2... Ik zou dat nooit doen, dan mogen ze mij nog eens 7 keer in de krant zetten als ze dat willen. Dat ga ik nooit doen. Maar ik vind dat dan raar dat bij u... Allee, ik snap, de politie moet dat misschien niet vrijgeven, iemand, maar waarom uw iemand, naam dan wel? Ja, iemand moet dan wel gezegd hebben. Dat is ook iets dat ik mij al een aantal jaar afvraag, waarom dat ik op dat vlak zo wel een beetje word gezocht. Ja. Ik weet niet, ik heb inderdaad wel wat dingen uitgestoken, maar ik denk dat iedereen wel, als hem jonger is, wel eens iets verkeerd doet. Maar blijkbaar is dat bij mij leuk of interessanter om dat openbaar te maken. En dat is ook opnieuw gebeurd. Ja, je hebt daarna corona wel van dichtbij gezien, zeg maar, in die corona-afdeling. Ze zeggen wel vaak, ja, de voetballers die doen dat dan om dan het goed te maken van het verleden, maar ik vermoed dat wel echt intens was geweest. Ik moet zeggen, ja, de mensen gaan dat waarschijnlijk niet geloven, maar ik ben wel zelf diegene die heeft gevraagd om naar zo'n ziekenhuis te gaan. Los van de boetes en de sancties die ik daar nog zou over krijgen. Dat is als je verbrand moet op de blaren zitten, dus daar had ik ook uiteraard geen probleem mee. Maar ik wou wel zelf echt naar dat ziekenhuis gaan om eens van dichtbij corona te zien ook en te zien wat dat met de mensen deed. Want ja, je moet eerlijk zijn, heel veel mensen, en ook wij als voetballers, wij leefden in een bubbel en we werden ook in een bubbel gehouden. We werden getest om de 3 dagen, we werden weggehouden van alles en iedereen. Wij wisten niet effectief wat dat met mensen deed.
En ja, ik heb daar met twee mensen gesproken die het allebei hebben gehad. Zowel iemand die van een oudere leeftijd als iemand die, die topfit was en ook elke dag sportte. Maar die het gehad heeft en daar op die corona-afdeling lag, dus zwaar gehad heeft. Heel zwaar gehad en die coma heeft gelegen. En een van die personen die moet nu de rest van zijn leven met twee zuurstofflessen door het leven gaan. Dus ja, als je dat iemand hoort vertellen, dan haak ik dat er wel in. Ik denk wel dat door die lockdown was, ik snap wat je bedoelt van die bubbel, hè. Ik denk dat dat zo is, maar iedereen zat eigenlijk een beetje in een bubbel, hè. Ja, maar dan komt de... Dat is toch die dingen, ja, misschien niet genoeg. Dat je dat op dat moment weet dat het eigenlijk niet mag. Ja, maar wij alle, iedereen. Dus, ja. Dus het mag eigenlijk niet. Maar dan kom je bij, heeft de voetballer een voorbeeldfunctie, ja of nee? Daar hebben wij ook al vaak discussie over gehad. Hè? Bij hem komt dat natuurlijk breed in de pers, bij heel veel mensen niet. Uiteraard hebben wij een voorbeeldfunctie, maar ik herinner me nog heel goed dat op het moment dat dat uitkwam, dat ik was betrapt met een aantal vrienden bij mij thuis, kwam er een artikel van HLN op mijn... Pushbericht. 50, dit weekend 50 verschillende lockdownfeestjes betrapt in Antwerpen. Waar meer dan 300 mensen. Dus dan vraag ik me af, ja, ik begrijp het waarom dat ik dan er wordt uitgepakt. Ik begrijp het. Maar ik vraag me wel af waarom. Dat is wel de voorbeeldfunctie. Oké, ik begrijp dat ze mijn naam er wel voor gebruiken, maar... Waarom moet ik dan harder gestraft worden dan al die anderen die juist hetzelfde hebben gedaan? Ja, maar ja, Anton de Smet heeft een feestje gegeven en is met 5 man... Ja, dat is geen nieuws. Dat is bijna geen nieuws. Ja, snap je wat ik bedoel? Maar het zotte is dan ook wel... Ik ken Anton de Smet niet. Nee, ik ook niet. Sam, het zotte dan is, nadat mijn straf wordt uitgesproken, 3 weken later, wordt er een nieuwe regel in België ingevoerd. Vanaf nu mag iedereen 2 overtredingen maken en pas de derde is er een sanctie. Dus met andere woorden... Omdat heel de lockdown was eigenlijk niet grondwettelijk, dus... Ja, maar het slaagt op niks. Maar wat zei die rechter dan tegen u? Dat ze die voor een maand gevangenisstraf veroordeeld. Voorwaardelijke straf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, omdat je een maand nooit moet zitten. Ja. Maar hij heeft die voorbeeldfunctie wel tegen u gebruikt. Van, je beseft ook dat je voetballer bent, dat je in het oog van de media staat. Ja, uiteraard. Maar dat niet per se, maar vooral de situatie dat we op dat moment in België zaten. Ja, dat was wel zo. Half december was zo wat de... Misschien wel de ergste periode in België van lockdown, omdat de cijfers op dat moment heel slecht waren. En dat was echt de topic. Hè. Dat was, alles draaide daar rond. Maar ik vind het gewoon jammer dat ze dat zo... Allee, ik moet het even opzommen. Ik heb een boete gehad van de club. Ik heb een boete gehad van het gerecht. Ik ben 2 dagen in de media gezet geweest als een seriemoordenaar. Als je je naam googelt. Ja, dat is... Allee, ik heb iets verkeerd gedaan, maar de manier waarop ik ben aangepakt, vond ik er zwaar over. Dan ben ik naar het ziekenhuis gegaan op eigen vraag. Ik heb ook een donatie gedaan op eigen vraag. En dan heb ik een celstraf gekregen. Allee, ik moet wel even serieus blijven. Ja, dat snap ik. Het is wel een beetje vooral ook, waart je toen niet gewoon aan het voetballen wel? Ja? Ja, dat vind ik wel het rare. Wij zaten wel thuis. Zij doen wel echt... Een voetbalmatch spelen, kun je niet zeggen als daar iemand corona heeft, dat je beschermt. Allee, dus, en als je thuis komt of als de voetbalmatch gedaan is, moet je ineens terug in je hokje. Ik snap wel dat dat raar is, dat nog anders is dan de mensen die... En okay, het is geen excuus, maar de mensen die bij mij aanwezig waren, of die er waren, die waren ook allemaal gevaccineerd, of die had het allemaal eens gehad, en die zat ook allemaal in mijn bubbel. Dat zijn nog altijd tegen de regels, absoluut, volledig mee akkoord. Maar het is niet zo dat ik heb gezegd van op Facebook een evenement, ik wil 20, 30 mensen bij mij uitnodigen, kom maar af als je goed. Dat is helemaal niet. En het was ook helemaal geen lockdownfeestje. Er is niet gedanst geweest, er was amper muziek, er was gewoon alles op het gemak, niks speciaal. Maar oké, daar wordt er direct een lockdownfeestje van gemaakt. Ja, dat vroeg ik mij ook af. Eigenlijk vanaf het moment dat gaan we meer dan vieren of zo, het werd altijd lockdownfeestje genoemd. Hè. Ook al zat je maar de term lockdownparty is gewoon een sexy term om te brengen. Dat is een mooi woord. Maar heb je nu een strafblad daardoor? Ja, ik denk het wel. Ja. Ah ja. Dat lijkt me logisch. Maar, ik begrijp het, maar binnen 5 jaar moet ik aan iemand gaan uitleggen. Ik heb 1 maand voorwaardelijk. En waarom? Ja, omdat ik wat vrienden met thuis had uitgenodigd. Ja. Ja. Oké. Maar ja, je zat wel in een van de grootste gezondheidscrisis die wij... Nee, dat is absoluut. Maar ik vind het toch zot. Ik vind het ook niet fout. En het is erg voor u, dat snap ik wel. Maar ik denk dat dat ook gebruikt wordt om... Ja, tuurlijk, als waarschuwing naar de rest van... Ze hebben mij volledig gebruikt om de bevolking, of toch een deel van de bevolking, de jongere bevolking, op scherp te zetten en met de vinger te kunnen... Maar ik vind het wel jammer dat ze mij daar wel een beetje... Ja, nee, dat snap ik ook. Ze hebben mij daar een soort van karaktermoord mee gepleegd. Dat snap ik ook gezegd. Ik ging minder, snap ik, zeggen. Ah, doe maar, ja, ik ging dat bijhouden hoeveel keer dat je dat gaat zeggen. Nee, dat gingen we niet doen.
Ik heb dat al vergeten. Ik heb de laatste weken een andere profvoetballer nog wel veel gekkere dingen horen zeggen. In de Koek en Verhulst show zag ik de optreden van Raja Nainggolan. Ik heb Raja heel graag, maar ik zou daar toch op voorhand iets beter over nadenken wat je dan allemaal komt zeggen. Allee, ik heb het niet gezien. Gedaan, Raja komt al niet meer naar ja, Vliet. Nee, want dat is het. We hebben het zo gemakkelijk om gasten te vinden. Het is die vooral nog voor komen. Zijn entourage. Nee. Ik denk dat dat wordt ingegeven van buitenaf, maar dat werd wel lachwekkend gedaan over rijden onder invloed. Ja, bon, dat je zelf risico pakt, ça va. Maar dat is iets waarmee dat je anderen in gevaar brengt. En dat vind ik absoluut not done. Dat wordt natuurlijk van de coronadingen ook ergens gezegd, en maar ik snap het wel een heel ander. En dat functie van voetballer, dan denk ik, ja, er zijn toch wel heel veel jonge gasten in Antwerpen die opkijken naar zo iemand, past er toch mee op. Ja. Oké, okay, Bruggefans, gaan we het over Brugge hebben? Ja. Dan mag je enthousiaster of we doen het niet. Ja. De Brugge fanbase leeft. Op je 12 naar Brugge gegaan? 13. Voilà, tweede fout of derde fout, maakt niet uit. Hoe hebben die ontdekt? En waart je toen al Brugge fan? Ik speelde bij Westerlo en ik speelde eigenlijk eerst bij Lierse tussen mijn 8 en mijn 12. En Lierse is toen gezakt naar tweede klasse. En dan zijn we eigenlijk met 6-7 van mijn ploeg van Lierse naar Westerlo gegaan. En we hadden eigenlijk wel een redelijk goede ploeg. En ik denk dat we toen 2 jaar op rij tweede en derde zijn geworden met Westerlo, wat eigenlijk wel redelijk uitzonderlijk was. Hm? En toen was er interesse van Brugge, Genk en Anderlecht. Hola. Ben ik ook bij de 3 clubs gaan kijken, zowel op de voetbal of meegetraind als op school en op internaat of op gastgezin. En dan in alle omstandigheden op dat moment leek eigenlijk Brugge de beste stap. Dat waarom? Dat waren 2 stapjes vooruit, terwijl Anderlecht er misschien op dat moment 4 waren en Genk 3. Genk was een gastgezin, dat wouden mijn ouders en ik zelf ook eigenlijk niet. In Anderlecht was het, misschien hadden we het gevoel dat het contrast te groot ging zijn. Op dat moment, het niveau lag redelijk hoog en ook op school en zo. Voor mijn ouders en voor mij was school ook heel belangrijk. En in Brugge ben ik dan naar het Sint-Leo College geweest en gecombineerd met het internaat dat in school was. Dus dat was. En dan op de club werd alles redelijk goed gekaderd met school en zo. Dus leek dat de logische stap en vandaar. Liever internaat dan een gastgezin. Ja. Ik denk dat dat voor mijn ouders wel moeilijk was als je zo moet afgeven op je 13 jaar en je moet hem in een ander gezin steken. Ik denk dat dat voor mijn ouders was dat misschien nog iets de stap te ver. En op internaat, ja, ik was sowieso iemand die wel redelijk zelfstandig was op zijn leeftijd, dus leek mij dat wel ook een goede leerschool. Ik denk dat het internaat ook wel leuker is. Je ziet ook vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Toch? Ja. Alleen soms heb je in zo'n gastgezin ook dat je met 2 of 3 ja, zit, maar dat is toch zelden. Ja. Je zit wel in een gesloten omgeving, hè, waar dat er wel strikte regels zijn in een gastgezin. Ja, dat misschien wel het heeft zijn voor- en nadelen, maar die gaan ook wel strikte regels hebben. Ik heb het mij eigenlijk niet beklaagd, die keuze. Ja. Je werd wel aanzien in de jeugd als echt een groot talent. Ja, ik moet zeggen dat ik op een bepaalde leeftijd wel echt... ik voelde mij wel altijd... ik heb een nationaal ploeg altijd gespeeld en ik was een van ook van de eerste, eerste lichting die doorbrak in Brugge. Dus ik heb me daar altijd goed gevoeld en ik ben ook wel blij dat ik dat heb meegemaakt. Ja, want over die goede lichting gesproken, ik heb dat dan eens opgezocht. Bij de U19 van de Rode Duivels dan, waar je een van de spelbepalende figuren in een selectie met Den Donker, Castagne, De Naaier, Divo Corrigi denk ik nog vooraan. Bongonda. Bongonda, ja, zie dan. Pieter Gerkes. We praten wel over al x aantal duivels. Ik noem er hier 4-5 duivels op, dan nog allemaal andere eerste klasse spelers. Om daarin spelbepalend te zijn, moet je op die leeftijd er toch bovenuit gestoken hebben. Ja, ik stak er misschien niet per se bovenuit, maar we zijn weer bezig, hè? Al die complimenten. ik had wel een bepaald niveau en ik werd ook wel gerespecteerd door mijn ploegmat. En wij speelden ook al een aantal jaar samen in de nationale ploeg, waardoor we elkaar heel goed aanvoelden. We hebben ook het EK gespeeld onder 17, we hebben het EK onder 19 juist gemist. Dus we hebben wel gepresteerd samen en dat was ook wel leuk, die nationale ploeg. In die selectie viel mij één naam op, Charlie Musonda Jr. Heb je daar nog contact mee? Ik heb hem over het laatste bericht gestuurd op het moment dat hij voor de eerste keer terug na zoveel jaar op het veld stond. Ja. Maar echt contact niet. Met anderen van die ploeg wel? Nog? Ja, al die van mijn generatie die hoor ik wel eens. Ik wil zeggen, als die jarig zijn of als er is iets speciaals gebeurd of die presteren is, dan... Het is niet dat ik er daar dat wekelijks mee afspreek of dat ik die dagelijks bel of zo, maar... We hebben wel contact. Het is wel een selectie die bijna allemaal echt volwaardige prof zijn geworden op het hoogste niveau. Dus je komt elkaar ook wel heel veel tegen. Lijkt me wel leuk. Dat is heel leuk. Dat heel je leuk. De jeugd iets hebt meegemaakt samen. Dat is heel samen. Leuk. Want ook die Bruggelichting, hè? En die Bruggelichting, ja. Ja, wat een heel goede proef. En ik denk ook bijna iedereen daar prof van is geworden, hè, van die lichting. Ja, Nicolas Storm, Brendan Mechelen. Sander Koopman. Oulare. Brugge Verstraeten. Molingoli, Björn Engels.
Op zich zat er dan toch iets goed in dat bruggenwater. Want Brugge werd altijd gezegd, er stroomt weinig jeugd door. Maar dat is zo wel de eerste generatie. Ik denk dat wij zo de eerste... Daar hebben we zo'n beetje de trend gezet, denk ik. Hè, dat daar, Maar het is wel... Nu leiden ze wel Champions League en Rode Duivels op. Dat zijn ze wel niet geworden. Hè. Dat toch... Ja, maar je moet ergens beginnen, denk ik, met die opleiding. Je kan niet meteen verwachten... Ja, het zijn er wel veel uiteenlichting. Ja, vind ik wel. Dat is ook wel waar. Ja, we zijn ook, denk dat jaar... Als je 6, 7 volwaardige eerste klassespelers in één lichting hebt opgeleid, dan heb je het al heel goed normaal gedaan. Maar snap je wat ik bedoelde? Want nu, een Charles de Ketelaere, dat wordt normaal een volwaardige Rode Duivel, die is opgeleid in Brugge. Dat had je in die tijd, kwam je wel van Genk of Anderlecht. Dus, dat is wel de enige, hè? Ja, dat is waar. Maar er zijn er wel... Anderzijds, Birger is ook Rode Duivel geworden. Straten, Björn Engels en Brennen zijn ook Rode Duivel geworden. Je snapt wat ik bedoel met het verschil. Uiteraard. Maar... Ik denk dat hij de vergelijking moet leggen met Anderlecht over Tielemans en Lindonke. Dat die... ik helemaal niet doen. Was die Tuur Dirks met iets of wat meer geluk Charles de Ketelaere geworden? Op dit... Ja. Het begon wel hard hè, bij Brugge. Ik heb een... het is allemaal een beetje... Voetbal is ook timing en een beetje geluk en een bepaalde... Ja, hoe moet ik het zeggen... Een aaneenschakeling van situaties die in een plooi moeten vallen. En ik was inderdaad goed begonnen. Maar dan... Ja, je bent jong en je bent impulsief soms. En je moet ook... Ik had de pech en het geluk dat ik een trainer had die heel strikt was. En die heeft mij heel veel bijgelegd op verdedigend vlak. En daar pluk ik nu de vruchten van. Ik bedoel Prodom dan. Prodom, ja. Maar op persoonlijk vlak was dat op dat moment niet diegene die ik nodig had. Omdat hij heel strikt was en... Zwart of wit. Zwart of wit. En graag jonge gasten vooral had, die hem volgden en die ja knikten en die gewoon meegingen zijn vooral en op die manier beter werden. En ik was vroeger nog meer als nu iemand die een eigen mening had, die soms zijn eigen hoesting deed en als hij er eens niet van overtuigd was, dat ook gewoon niet meeging. En dat was een deel van mijn kwaliteit, want dat heeft er ook voor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta met al hetgeen wat ik heb meegemaakt, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik soms niet ben meegaan in dingen waar ik achteraf misschien wel had moeten niet meegaan. Ik heb een goede periode gehad in Brugge als ik jong was. Ik maakte 5, 6, 7 goals en ik stond in de basis. En dan komen er jongens terug uit blessures, zoals Niskerdo en Gedos. Die werden gehaald voor een aantal miljoenen die een jaar nadien de gouden schoen is geworden. Dus dat was geen schande. Maar ik kon er op dat moment niet mee om, omdat er mij geen uitleg werd gegeven. Er werd mij niet gezegd van, ja, je moet dat meer doen, je moet geduldig zijn. En dat werd mij allemaal gezegd, maar ik kon dat niet plaatsen. Ik wou alles ineens. En ja, een topclub is ook niet zo familiaal dat moet. Nee. Ik snap dat Prodoma zo zegt, ja, tuur. Heel wacht, logisch, ik moet geen uitleg geven. Kans, jij moet wachten. Het gaat ook over Club Brugge. Plus, ik had het van als je mij dan het gevoel hebt, je hebt mij niet nodig of je schuift me aan de kant, je selecteert mij niet meer, ja, blaas dan mijn zak op. Weet je, dan ga ik niet, op dat moment kan ik niet zeggen van, ja, sorry, ik ga dat en dat meer doen. Dan heb je het van, ofwel zet het met mij of zet het tegen mij. En dat is, ik heb daar wel ergens spijt van, maar anderzijds, dat is ook hoe dat ik ben en dat heeft me ook gemaakt tot wie ik ben geworden, als persoon en als voetballer. Maar zou je dat nu anders doen? Nee. Oké. Okay. Dus eigenlijk heb ik geen spijt van, maar het had anders kunnen lopen, maar ik ben blij dat het nu loopt en mijn carrière is nog steeds lopende en ik denk dat ik nog wel wat stappen kan maken en ik kan daar alles aan doen. Oké. Okay. Ja. Ik heb een vraag van Charlie. Nee, doe maar. Oké, okay. Vraag van Charlie. Mooiste herinnering aan de periode bij Club? Ja, de titel, debuut. De titel sowieso, maar die ga ik niet nemen. Omdat in Old Trafford? Ja, inderdaad. De titel niet, omdat het is sowieso een mooie ervaring, maar die smaakt voor mij een beetje zuur, omdat ik in de playoffs, door hetgeen wat ik allemaal vertelde, dat ik daar niet meer echt heb deel van kunnen uitmaken. Maar Old Trafford is misschien wel voor mij een beetje was een beetje een bekroning, omdat, ja, dat is Church of Dreams, dus ja, dat is sowieso wel... Voor een jonge gast van 20 is dat speciaal. Wat was dat juist? Ik ben dat vergeten, sorry. De laatste voorronde van de Champions League. Een wedstrijd. laatste voorronde van de Champions League op Manchester United. En je mocht starten. Ik startte, ja, ik speelde heel de wedstrijd. En ik herinner me nog een leuke anekdote ook met Timmy Simons. Het was 2 of 3 minuten voor de wedstrijd. En we staan allebei te plassen in de wc naast elkaar. En hij vraagt aan mij... Stressplasken zo voor en hij vraagt aan mij... Maar ik ging wel aan de wc voor de wedstrijd. Omdat... Ja. En hij vraagt aan mij, een tuur stress? Ik zeg, nee, joh, ik heb er zin in. Het is niet meer als anders. En ik zeg, en jij, Timmy? Ja, ik wel. Nog altijd, zeg. Maar ik heb dat nodig. Dus maar, ik vond dat heel, heel...
zot eigenlijk op dat moment. Ja, we stonden op Manchester United en hij was, ja, Timmy was op het einde van zijn carrière en had alles meegemaakt. By far de meest ervaren speler van de kern. Ouder al, denk ik, zelfs met 38. En ja, immens respect voor, alles meegemaakt. En dan dat hij toch nog op dat moment zo die adrenaline, die stress heeft op dat moment. Dat gaf, en ik liep op dat veld en ik had zoiets van, ik dacht erover aan nadenken op het moment dat ik op het veld liep. Ik dacht zoiets van... En ik heb dat niet, ik weet niet wat dat komt. Overvalt, overvalt u dat dan niet als je buiten wandelt, dat je dan niet eens beseft, ah ja, juist, we zitten niet. Eigenlijk dan, niet, maar die hymne? Het moment dat ik mij bijbleef was als we stonden en de hymne werd gespeeld en ik wist dat mijn beste maten en mijn familie in de tribune waren en dat het vol zat en dat je toch tegen een ploeg speelde die iets betekende, viel me wel in natuur. Je bent toch ver gekomen. En dan dacht ik aan die moment dat ik alleen op internaat zat, als ik 14, 15 was, dat ik mijn ouders had achterlaten. Amai. Dat is wel een moment dat is mij bijgebleven. Ja, jongens. Ja, logisch. Een zot moment. En wie was uw rechtstreekse tegenstander toen? Show. Oei, direct ook nog... Maar ik moet zeggen, ik wel een hele goede match gespeeld toen. Maar ik wil niet afdoen aan die match, maar Show was toen nog niet... Was toch niet zo goed als nu, toch? Was toch de grote aankoop? In het begin van zijn Man United-periode was hij niet... Maar dat was de periode dat hem eigenlijk nog oké was. En hij heeft hem een heel minder periode. En nu is hem terug... Okay. Maar dat was vooral de wedstrijd. Hij heeft hem gebroken. Nadien is hem echt volledig maanden een stukje... Maar dat was wel de wedstrijd van Depay. Depay scoorde toen twee keer. Dat was toen hij juist naar... Ik snap wel dat je dat als moment kiest. Allee, dat is toch de grote droom. En je weet niet of je daar ooit nog eens komt. En het zot is ook, dat is raar, maar hoeveel mensen mij daar altijd over aanspreken. Ja. Zo, dat is toch iets dat je bijblijft, ik weet niet. Truitje gewisseld? Ja, met Matta. Oh, schoon. Goeie keuze. Ja. Ah, Matta is een cultspeler. Ja, maar als Man United fan, ik vind dat zo Chelsea B, dat dan bij ons een beetje komt shotten. Ja. Dat hoeft niet. Maar goed, ik heb nog een vraag. Jelle Vossen. Hoe ziet mijn keuken eruit? Jelle Vossen heeft een vraag gesteld over zijn keuken. Ja, hoe ziet mijn keuken eruit, Tuur? Volledig uitgerust en alles op en eraan, denk ik. Zijn jullie jaloers of zo in die keuken? Nee. Ja, en nu zo, voetballers die grapjes over keukens maken. Dat is gevaarlijk. En daar zit alles op en aan. Dat moeten we eens onderzoeken dan. Ja, hij heeft... laat ons zeggen dat ik hem heb geholpen met... bij die keuken te... in te richten. Te financieren. Dat kan niet. Wat? Wel, ik zeg nu wel, ik kon niet helpen, het was moeilijk. Kon ik je wat steunen financieel? Oh, het daarop houden. Jelle en ik waren... We zullen Jelle sowieso ook eens uitnodigen voor zijn recht van antwoord. Dus je mag het voor de bus gooien. Jelle en ik waren vaak kamergenoten. In de periode bij Brugge. Dat klikte wel. En dus we sliepen op stage en zo vaak samen. En wij hielden al wel van een weddenschap. Op zich van elkaar. En ook na de training bleven wij ook vaak zo nog een keer latje trappen of een andere oefening. En we speelden zelfs slimste mensen die een app tegen elkaar. Zo van die dingen. Dat deed eigenlijk alles tegen elkaar. Met dat, we hadden zo die competitiedrang. En wij gingen er ook af en toe dingen aan vast. En dat is iets dat altijd is bijgebleven. Zo ook een andere ex-ploegmaat of ploegmaat. Dat ik zijn keuken heb betaald. Goed. Maar het is een schone, dus het is heel schoon. En een dure. Ja, dat ook wel. Een andere vraag, Tuur. Bert Hoste, ik denk goede vriend van u. Allee, eigenlijk, ik weet een goede vriend van u. Wat is er gebeurd op het kampioenenfeest in de Carré? Bij Brugge of bij Antwerpen? Wat niet? Ja, we zitten nog bij Brugge, hè. Ah ja, oké. Okay. Oh, tja. Oei, dat is moeilijk om te vertellen. Ja, ik weet niet goed wat hem bedoelt, maar... toch niet. Weet jij waarom op doelt? Nee, ik was er niet bij. Als Brugge kampioen is, ga ik niet naar de Carré, man. Wij zijn... dat is lang geleden, maar wij zijn met een bus, denk ik, van Brugge uit naar de Carré gereden, met een speler of 10, denk ik. Met dan ook wel wat vrienden en zo bij. En heb dan een leuke avond gehad. Oké. En ik weet nog dat wij daar zo'n heel grote fles champagne kregen, wat de traditie is, denk ik, van de kampioen. En dat heb ik al van gedronken. Zo'n Ace of Spades of zoiets. Het is gigantisch, die ze met twee moeten dragen en zo op de schouder. En dat we daar, gedronken hebben en ons geamuseerd. En dat we nadien terug naar Brugge zijn gereden met die bus. Ja, dat was een historische avond natuurlijk. Omdat, we kwamen niet veel in de Carré. En ook als je dan kampioen bent als Brugge zijn in de Carré. Maar ik weet niet goed op welke specifieke anekdote dat je doet. Ik kan speeds bellen. Het is goed. Weet je nog, weet je ondertussen al wat er met je gsm gebeurd was? Want daar herinner ik me wel dat jij
denk op Facebook of zo, ineens, maar ook echt 2-3 dagen nadat jullie al kampioen waren, een bericht stuurde mij. Sam, vindt mijn nieuwe gsm fixen? Vindt mijn gsm nergens meer? Ik denk oprecht dat ik die 2 dagen nadien op een of andere viering, dat ik die uit mijn zak is gevallen. Maar ja, ik had het nooit weten, want ik heb hem nooit teruggevonden. Okay. En waarom stuurde jij naar Sam Kerkhoff voor een nieuwe gsm? Omdat Sam toen de man was. De man van maar dat is pijnlijk dat het zijn verleden tijd is. Oh, mijn hart. De man van het Falconplein, of hoe moet ik dat een nieuwe gsm is gefixt, blijkbaar. Ja, ik was dat wel vergeten, man. Met Red Bull heb ik toen opdracht moeten doen. En die ging mij normaal betalen. Ik zei tegen hem, ik zeg gewoon dat ze een gsm regelen, want ik ken een gsm hij nodig. Hij heeft dat gefixt. Ja? Wat kun je zo voor mij nog fixen dan? Ja, man, wordt populairder. Na Brugge, Antwerp. Ja. Wat trok je aan in project Antwerp? De ambiance. Altgene dat er rond Antwerp hing, zo de mythen en ook de drang om terug naar eerste klas te gaan. En uiteraard, ja, ik kreeg ook een heel mooi contract. En voor mij was dat ook vlak bij mij thuis, in de buurt van mijn vrienden en familie. Dus dat totaalplaats, dat sprak mij enorm aan en vooral de uitdaging eigenlijk. Was wel een risico eigenlijk. Was een van heel de kampioenenploeg goed. Naar ik weet nog heel goed dat jij me stuurde, proficiat met je transfer. Maar ik vind het wel... Ik vind het wel bizar, want jij was toen op de hoogte dat ik bijna rond was met Standaard. En dat ik dan de laatste minuut toch veranderd koos, vond je een heel rare keuze. En dat je dat inderdaad ook toen zei dat dat een risico was. En ik wist dat ook wel. Maar ik... Achteraf gebleken is wel, wat je toen allemaal vertelde van Antwerp, is wel uitgekomen in het project. En dat blijkt nu ook, hè. Ja, dat is wel waar. Dus dat maar was ik weet ook toen... Ik wist dat er met een nieuw stadion bezig waren, dat de plannen enorm waren. En ik wou daar deel van uitmaken als jonge gast. Ik wou er een beetje mee de pilaar van zijn. En dat is ook gelukt, dat eerste jaar. Dus dat uiteindelijk, achteraf is inderdaad een goede keuze gebleken. Maar dat is niet Paul Gijsens die je gelokt heeft, maar Patrick de Kuiper nog. Ja, met het geld van... Dat wist jij niet? Nee, ik wist dat niet. Okay. Hoe dan? Toen was Gijs eigenlijk al geldschieter bij Antwerp, maar die wou nog niet op de voorgrond treden. Die wou pas op de voorgrond treden als ze naar eerste klasse zouden gaan. En toen was Patrick de Kuiper degene die de transfer zei en die eigenlijk een beetje het gezicht was van het Antwerp-project. Want Luciano komt ook pas als ze naar NA gaan. Ja, en dan, ik weet nog, Tuur Dirks was wel zo toch nog een extra push. Ik denk dat ze wel serieuze financiële inspanning gedaan hebben om als te halen. Als tweede klasse ploeg, de speler bij de kampioenploeg, en voor de neus van Standaard wegpikt. Dat is een statement. Als ik daar heel goed ben, was dat een contact dat ik niet kon weigeren. Ja, voilà. Ja. Dat wisten we toen ook in tweede klasse. Was dat wel ineens Antwerp, er kwam ineens geld bij, dikke shotters. Ja, dat was wel een project. Ik had dat ook wel gedaan, denk ik. Maar wel moeizame starten. Ja, heel moeizaam gestart, omdat inderdaad, we hadden veel goede spelers gaan halen, maar ja, dat wordt niet direct een ploeg. En ook, er was dan een drukbaan buitenaf. En uiteindelijk, ja, na 2 trainerswissels heeft Wim de Dekker overgenomen. En, je gaat nu wel heel snel over het feit dat John Bico daar trainer is geweest. John Bico. Ja, dat waren 3 turbulente weken. Wel, was dat maar 3 weken? Dat leek 3 maanden, maar dat waren 3 weken. Dat was een heel, heel speciaal figuur, dat kan ik echt vooral nog vertellen. Vechtpartijen met Limbombe. Ja, ik lig hier op de kinetafel en die komen daar binnen. En er was een fase op training dat Stallone iets deed waar Bico niet mee akkoord was. En Stallone reageerde, omdat hij vond dat hij wel gelijk had, maar dat was voor supporters. En ze kwamen binnen en Bico zei, dat is de laatste keer dat jij zo onrespectvol tegen mij spreekt voor supporters. En Stallone zegt, ja, wat ik dan nog eens doe? En Bico vloog naar Stallone, maar ja, Stallone is niet iemand die zich laat doen. En gelijk had hem. En, maar die moet toch een pak kleiner zijn dan die Bico? Ja, maar dat is niet terug. Hey, als die Bico op u gaat liggen, zijn ze dood, denk ik. Ja, ik denk ook dat is wel een niet interessant figuur. Het was een heel speciale periode. Dat gaf ook een beetje aan hoe chaos dat was op dat moment op Antwerpen. En uiteindelijk hebben de supporters op dat moment ingegrepen. Na een wedstrijd thuis tegen Cercle Brugge, weet ik nog goed, dat de supporters op het veld zijn gekomen na een kwartier of 20 minuten. Dat ze gezegd van, kijk, het is hij of wij. En ja, dan heeft de Kuiper niet anders gekund dan om hem eruit te zetten. En dan komt de magische zet met Wim de Dekker. Hè? Yes, en dan kwam hij echt de rust terug. Dan heeft hij een beetje naar een type ploeg gewerkt. 12, 13 spelers, waar hij eigenlijk altijd op terugviel. En we begonnen een systeem te krijgen en we begonnen te winnen. En we zijn blijven winnen. En we hebben wel een beetje chance gehad met dat van Lierse. Lierse dat het eigenlijk een eigen tijd zelf weggeeft. Maar dan als we dan die promotiefinales haalden tegen Roeselaar, wisten we eigenlijk voordat we die gingen spelen dat we gingen kampioen spelen, omdat we wisten dat we beter waren. Ik heb maar 2 goals in die eerste match. Eentje. Nee, in de terugwedstrijd, dus in de beslissende wedstrijd. Op Schiervelden, maak ik de 0-1. Voilà, 5e fout.
Ja, mijn aflevering dat... is compleet. Ik kan vertrekken. Valt nog mee. Vijfde fout. Oei, oei, oei. Misschien ben ik zelfs fout in het tellen van de fouten. Dat is ze dan. Ik denk dat heel Belgisch voetbal wel super gelukkig was op dat moment. Ja. Weet ja. je, dat was toch iets waar we al heel lang op zaten te wachten. Mannen, ja, en Hermans en jij. Lang geleden dat zo'n titelfeest en een titelploeg in 1B zoveel aandacht kreeg. Ja. Dat was wel echt nationaal sportnieuws. Ja, dat was fenomenaal. In Bosch al dat je daar met 15.000 man, 20.000 man, dat je daar een titel aan het vieren wordt. Met Bengals vuur. Met, allee, dat was... Als je me daarvan gevraagd, als je dat vergelijkt met dat we aan Brugge. Brugge was ook fenomenaal, omdat dat na 12 jaar was dat wij, voor de eerste keer terug kampioen speelden. En 12 dat was, jaar? Ja. Sorry. Maar ik was ook gewoon de weg nu. Ze zijn bijna halverwege. Ja. Het gaat rap, zeg. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit, vooral. En jij zit al aan 30 of zo. In 1B telt ook, hè. Ja, dat is dan een micro binnenkort. Dus ja, als ik dat vergelijk met Brugge op de Grote Markt en zo, was dat ook met die bus door de straten van Brugge, was ook echt super speciaal en graaf. Maar op Antwerp, dat... Ik weet niet, voor Antwerpen is dat nog meer op leven en dood, die voor heel veel supporters. Ja. Dat is echt, die, uw week staat in teken van Antwerpen en van die match. Maar je moet ook weten uit wat voor shitperiode dat die kwam. Dat was een explosie, ja, dus dat was fenomenaal, dat feest. En ook nadien, als we werden gehuldigd in de stad en zo, dat was echt heel graaf. Je hebt dan die fameuze 8 dagen op rij, een discotheek. Ja. Die je al genoeg verteld hebt al, denk ik. Die heb ik wel elke keer moeten aanhalen, ja. Maar was dat dan nu... De schoonste periode van uw leven, als je daar nu op terugkijkt. Als ik eerlijk ben, was die laatste 3-4 maanden, dus van pakweg van... Toen het goed begon te draaien. Ja, van december tot april, totdat we kampioen waren, waren voor mij puur sportief de mooiste maanden uit mijn carrière. En niet alleen omdat we wonnen en dat goed ging, maar gewoon ook de vriendschap die wij toen hadden als ploeg. Ja, dat merk je nu nog. De gasten waar ik toen mee samen speelde, Geoffrey Hermans, Joren Dom, Stefan Buijl, Maxime Bizet... Al die mannen, dat zijn vrienden voor het leven. En dat geeft aan hoe dat wij op veld en naast veld met elkaar omgingen. En dat heeft ook gewoon toe geleid dat we zijn gepromoveerd. Want we waren goed, maar uiteindelijk op dat moment, als we eerlijk waren, Lierse, die hadden een veel constanter seizoen als ons. En die hadden eigenlijk verdiend... Ja, door het systeem ja, maken jullie nog kans. Die waren van het systeem. Zwaar. Maar als we nooit zo dicht bij elkaar... Een goede band hadden gehad met elkaar, hadden wij nooit in staat geweest om die te bedreigen. De explosie bij die penalty van Hermans, dat blijft een van de meest iconische voetbalmomenten uit onze recente voetbalgeschiedenis. Absoluut. Maar zo nu is tribune 2. Ze gaan dat afbreken. Er komt een moment dat gaat plat. Gaat dat iets doen met je? Doen, ja. Ik vind dat ergens wel jammer, maar dat toch... Ja, dat was altijd zo speciaal. Als je het opwarmen voor een match en je wist tribune 2, die mannen komen... Die leven altijd mee. Dat is heel speciaal om dat uit te leggen. Dus ik hoop dat ze wel op een of andere manier dat een beetje gaan bewaren, die tribune 2. Maar ja, ik weet niet wat ze gaan mee doen. Ik vind het ook wel mooi dat je ergens aan het begin stond van een verhaal waarvan je voelt, ja, die mannen gaan ineens naar de top, die gaan meestrijden, die gaan misschien Champions League spelen. Ze gaan altijd terugdenken aan die kampioenenploeg. Ja, en dat is wel een heel erkentelijk. Ze vergeten dat niet. Als ik woon in Antwerpen. Ja, ik woon in Antwerpen stad en ook de mensen waar ik mee heb gewerkt, of die dan nu nog zijn, die ik ken van toen. Ik woon in Antwerpen en ik kom nog wel regelmatig een keer op Antwerpen, omdat ik daar ook nog altijd vrienden heb. Ik heb een paar sponsors. Zeg je ook Antwerpen van of dan niet? Welke Brugge? Dat is anders. Ja. Ik ben 8 jaar in Brugge geweest, in Antwerpen maar 1 jaar, maar ik heb wel een band met Antwerpen en dat gaat altijd zo blijven. En ik kom daar graag, ik word daar altijd graag gezien, dus ik vind dat wel knap dat ze nog altijd respect hebben. Uiteindelijk ben ik daar maar 1 jaar geweest. Hè, en, Maar ja, wel zeker op het einde goede matchen gespeeld. Ja, dat is waar. Ik ben uiteindelijk ook wel belangrijk geweest op een bepaald moment en dat is leuk dat ze daar erkentelijk voor zijn. Ja. Hoe pijnlijk is dat nu dat je moest vertrekken? Ja, ik denk dat voor mij misschien wel het moeilijkste moment is geweest in mijn carrière, omdat... Dat dat totaal onterecht was. Op basis van gewoon 1 of 2 personen die een ander idee hadden of die gewoon hun eigen goesting wilden doen. Ja, we hebben het over D'Onofrio. Ik was er uiteraard niet de enige slachtoffer van. Hè. Er zijn er heel veel slachtoffers van geweest. Maar voor mij was dat wel een belangrijk punt in mijn carrière, want ik was 22 jaar. Ik had een heel mooi contract. Ik had nog 3 jaar contract. Ik was gekomen om deze naar eerste klasse te brengen. Om te groeien. Ik had er mee geïnvesteerd. Ik had er mijn tijd in gestoken. Ik had ervoor gekozen. En dan wordt u dat afgepakt op het moment dat je dat eigenlijk kunt. Ik heb dat wel diep gezet een paar maanden. En dan, dat is niet gemakkelijk. Ik werd toen ook verweten dat dat door andere dingen kwam. Maar dat was helemaal niet. Ik had mij verzorgd. Ik was fit. Ik had gepresteerd. Ik had dat ook bewezen. En dan na een seizoen... Oké, 8 dagen op rij is wel veel, maar ja, dat voelt je niet als het seizoen terug gaat beginnen. Nee, plus dat was toen en dan, dat was in april. Het seizoen begon in mei, juni, dan waren wij gewoon zoals anders. En ze hebben toen wel wat geviseerd en dat is wel pijnlijk geweest. Ook om het feit van dat ze gewoon
Ze zitten nu gewoon aan de kanten. Toen er waren eens... ook spelers, hè? Ja, er waren ook spelers, maar toen had echt zo... Ik was een van de eerste die aan de kant werd geschoven. En ik had zoiets van... Ah, is die stammer uiteindelijk? Eigenlijk is hij gewoon een pionnetje. En dat heb ik mij toen wel gerealiseerd. En dat, ja, dat is wel gewoon een litteken. Maar en hoe raken ze van een groot contract dan af? Ja. Eerst was er een plan om een deel mee te geven. Wat normaal gezien gebeurt. Maar dan kwam er een ploeg, Bratislava. Die wou mij per se hebben. En ze konden daar nog geld voor krijgen. Dus ze wouden mij eigenlijk kopen. En ik kon hetzelfde salaris daar krijgen. Maar ik zei recht af tegen de Nofri van... Ja, ik kan niet naar Bratislava. Wat ga ik daar doen? Oké, is goed. Maar dan, als je niet naar Bratislava wilt, mijn schoen, dan blijft hier zitten 3 jaar in de beker. En dat was zo eind juli, begin augustus. Ik zeg, ja, dat is goed. Wat ik je zien? Ook gezien dat het einde van augustus, als je dan moet blijven betalen. Dat werd 27, 28, 29 augustus. Ik hoorde niks. En toen was Clément juist hoofdtrainer geworden in Beveren. En die belde mij regelmatig in augustus, omdat hij mijn situatie kende. En ik kende hem ook heel goed van in de periode van Brugge. En ik kwam er goed mee overeen, nog steeds. En die was mij niet zot aan het maken, maar die vroeg, kom je niet naar Beveren? Ik zeg, coach, ik zou dat wel heel graag willen. Ik wil voetballen, maar... Ja, financieel ja, kan dat... Ik had ook een bepaalde investering gedaan. Ik moest daar wel... Maar ja, de competitie gaat van start begin augustus. Je ziet die match elk weekend. Je zei alleen aan het trainen, want ik train ook niet meer met de belofte. Ik train individueel. En je begint je eigen zot te maken. Allee, je begint erover na te denken. En op den duur, ja. 31 augustus is bel ik met Clément. Ik zeg, ja, ik wil komen. Kost wat kost. En ik heb gewoon afgetekend. Dus ik heb gewoon 3 jaar contract gelaten. En dat ging wel over een redelijk groot bedrag. En ja, weet je, geld is niet alles. Ik ging daar af en toe ook wel over na. Maar op die moment... In dat moment van mijn carrière, op die leeftijd, moest ik die keuze maken. Ze hadden geld en kwaliteit genoeg, ze hadden het effectief gedaan. En want je zag dat ook met Vlemings en met... Vlemings heeft dat gewoon uitgedaan. En Koppaard, die hebben toen nog 1 en 2 jaar in de beker gewoon gezeten, zijn uitbetaald geweest. Oké, die had een andere leeftijd. Dus ik begreep die keuze ook, maar ik kon dat absoluut niet doen. Ik wou heel graag voetballen. Die hebben geen minuut meer gespeeld. Nee, niks. Nee, die ook niet meer met de Aker en Megan. Nee, niks. Dat is echt moderne slavernij eigenlijk. Dat is zot. Dus ik wist, achteraf bekeken, wist ik, als ik was gebleven, had ik hetzelfde meegemaakt. Dus dat had ik niet goed geweest. Alleen ja, 3 maanden later, in Beveren vertrekt Clément naar Genk. Dus hij laat mij op een of andere manier wel een beetje achter, of laat hij mijn plan. En een maand nadien scheur ik mijn kruisband van mijn knie. En dan heb ik 1,5 jaar miserie gehad. Dus het is heel snel gegaan. En ja, dat zou kunnen gaan als ik mijn Antwerp naar eerste klas wil. Maar het is wel beginnen... Heeft de Nofrio daar ooit nog gestuurd? Ik heb hem nog wel een paar keer gezien op Antwerp. Maar ja, dat is zo'n hele eigenwijze, arrogante, hotijne gast die denkt dat de wereld rond hem draait. Hè. En uiteindelijk, ja, die doet dat ook wel een beetje. Hè. De wereld in de voetbalwereld draait op een of andere manier wel een beetje rond hem. Dus die heeft mij niet nodig. Die weet mijn naam waarschijnlijk ook al niet meer. Dus, maar ja, dat denk ik nu wel, is hoe het gaat. Hè. Ik wil zeggen, ik kan dat nu accepteren, maar dat was toen wel heel frustrerend. Sorry, hè, je hebt hem geholpen. Ja, zijn project krijgt een jaar vertraging als jij niet die dingen doet die je gedaan hebt. Hij is pas gekomen op het moment in eerste klas. Dus was er nog nooit gekomen dan? Nee. Dus ja, maar hij denkt niet dat hij er zo naar keek. Ik vind dat wel een beetje vies. Dat is vies, maar dat is... Ja, dat is de realiteit in het voetbal zeker. Helaas wel, hè. Goed, jij moet vertrekken. Ik moet vertrekken, sorry. Ik stel voor dat we nog eens een tweede keer... Dat je nog eens een tweede keer terugkomt. Hij heeft tijd. Ja. En wij zijn bereid. Lacht jij nu serieus? Afsluiten toch met Evert. Is dat goed dat we gaan eindigen? Eindelijk. Jongens. Het KV-shirt dat jij gesigneerd had, veel reactie op. En Jordi Grootjans heeft dat gewonnen. Dus Jordi, even een DM naar Meet Meet Podcast op Instagram. Dan kan ik dat regelen. Okay. Heb ik nog iets? Ik vind wel dat Tuur dan iemand moet meebrengen uit de voetballerij waarvan hij weet, die heeft de graaf verhaal. Over een keuken of zo misschien. Allee, ik zeg maar iets. Zal ik je denken. Goed, Tuur, dikke merci. Alsjeblieft, bedankt. Veel beterschap. En dank tot snel, hopelijk. Voor dat etentje dan misschien ook. Kom je mij oppikken dan, of wat? Ja, is goed. Ja, heb je al terug je rijbewijs eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Evert, veel succes ook. Ik zie je volgende week. Ja, graag. Oké. Okay. Kijkers en luisteraars, tot volgende week. Bye. Dankjewel.